Even terug naar de Zwarte Piet discussie met Jenny Douwes veroordeling en die van de blokkeerfriezen. Dit vertelt ons het een en ander over de vrijheid van meningsuiting en slachtoffercultuur die welig tiert in onze westerse samenleving. Demonstratierecht, ja, dat hebben ze. Zelfs die Antifa, social justice warriors, die neo-bolsjewieken. Alleen, ze hebben in het verleden laten zien dat ze aan het demonstratierecht niet genoeg hebben en graag de confrontatie opzoeken met hun tegenstanders, die ze ook steenvast nazi's noemen. Ja, dan begrijp ik ook wel heel goed dat die Friezen op een gegeven moment maatregelen gaan treffen dat een kinderfeestje, waar zij weer recht op hebben, niet verstoord wordt door dit soort types. Want bestuurders die zeggen aan de hand dat het, dat het allemaal anders had gemoeten. En ondertussen is natuurlijk de schade al geleden. Daar komt bij dat die burgemeester van Dongeradeel, Dokkum, D66-burgemeester, stiekem nog afspraken had lopen met die stadse types die daar in hun oude ME-busjes onderweg waren. Dat ze afspraken over de route die ze mochten volgen, wat eigenlijk tot confrontatie wel moest leiden. Maar daar vertelden ze dus niks over toen ze met Jenny Douwes in gesprek was. Zo hebben we later gehoord. En dan nog dit. Het demonstratierecht staat al langer onder druk. Door de overheid. Bij Pauw zat minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren. Ook zo'n democraat van het zuiverste soort. Die zo voor het demonstratierecht was en dat moest verdedigd worden. Die werd daar geconfronteerd met een eerdere demonstrant die gearresteerd was. Die later excuses kreeg, want hij had niet gearresteerd moeten zijn. En daarop zegt ze triomfantelijk dat dat allemaal netjes afgehandeld was. Alleen, dit is inmiddels een modus operandi geworden van onze bestuurders. Om ongewenste demonstraties onmogelijk te maken, worden demonstranten opgepakt om dan later vrij te komen met excuses en al dan niet een schadevergoeding. Dit is begonnen in 1997 bij de Eurotop in Amsterdam onder Wim Kok en Schelto Patijn heette die burgemeester in Amsterdam, geloof ik. Waar een hele groep demonstranten is opgepakt, inclusief mensen die daar toevallig liepen, die daar woonden, die ook gewoon in één keer voor uren waren vastgelegd. In arrestanten, ja, ik weet niet waar ze zaten, maar hoe dan ook. Later zijn er dan demonstranten, die hebben dus €2500 schadevergoeding gekregen na tussenkomst van een rechter. En het is niet bij deze twee gevallen gebleven. We hebben in 2013 hier in Utrecht, in Lombok, het bezoek gehad van koning en koningin, waar ook een demonstrant is opgepakt, gearresteerd, onrechtmatig en later weer vrijgelaten. Daar zijn vragen over gesteld in de gemeenteraad. Maar het is inmiddels natuurlijk al lang gebeurd. Ja, als dit hetgene is wat overblijft van het demonstratierecht, dan is dan moet vooral de overheid eerst eens even gaan beantwoorden wat dat nog waard is. Als het op deze manier alleen nog kan. Eerst arresteren, dan vrijlaten met excuses. Wat heb je daar nou nog aan? Dan de veroordeling van de blokkeerfriezen en Jenny Douwes, die dat zelf eigenlijk niet was. 240 uur dienstverlening voor mevrouw Douwes en 180 voor veel van die Friezen die dan op de Afsluitdijk zijn gaan staan om die busjes tegen te houden. Is dat eerder gebeurd, dit soort grote straffen bij wegblokkades? Ik kan het me niet herinneren. En wat moet je eigenlijk doen om 180 uur dienstverlening opgelegd te krijgen? Nou, dan moet je bijvoorbeeld iemand met een betonschaar de tanden uit zijn bek slaan. Dan krijg je dat soort straffen opgelegd. Is dat vergelijkbaar met wat er toen in 2017 gebeurde in Friesland? Wat mij betreft niet. En wanneer deed Jenny Douwes oproep tot blokkade? Ik heb het niet gehoord. U wel? Dus de hele veroordeling voor, hoe zeg je dat? Opruiing. Die heeft niet plaatsgevonden, maar zou die plaatsgevonden hebben, dan is het ook weer een voorbeeld van slachtofferdenken. Want je zegt, als je zegt van nou, deze of deze heeft opgeroepen tot geweld of het opgeroepen tot het overtreden van de wet, dan ga je er eigenlijk vanuit dat degene die dan uiteindelijk de daad pleegt, de wet overtrijdt, dat die verminderd toerekeningsvatbaar is en niet eigen verantwoordelijkheid neemt. Dan verdeel je eigenlijk de verantwoordelijkheid tussen twee mensen. De dader en de uitlokker. Dat vind ik een hele ongezonde ontwikkeling. Maar het past geheel in het plaatje wat we tegenwoordig zien van slachtoffercultus. Het slachtoffer in principe zegt dus, ik kon er niks aan doen, het is niet mijn schuld. En ik kan er niks aan doen om het goed te maken. Dus eigenlijk, het is buiten zichzelf geplaatst, datgene wat er gaande is. Slavernij. Het idee is dat Zwarte Piet naar slavernij verwijst, naar het slavernijverleden. En daar zijn dan mensen die zijn afstammeling van slaven, weten ze of denken ze. En die worden daar heel erg door gekwetst. En er zijn andere mensen die willen ze tegen die kwetsing beschermen. Maar klopt dit beeld überhaupt? Waar komt het vandaan dat Zwarte Piet een slaaf is van Sinterklaas? Waar staat dat geschreven? Want het huidige, nou ja, tot voor kort het Sinterklaasverhaal is ontstaan in de 19e eeuw toen een onderwijzer dit zo heeft opgeschreven met Zwarte Piet en Sinterklaas en het paard. Maar Zwarte Piet is niet een geheel uit de lucht gevallen figuur. Er zijn ook andere voorbeelden van alternatieve Zwarte Pieten in Europa te vinden. Ga naar het Alpengebied en daar bestaat ook Sinterklaas. Die wordt begeleid door Krampus. Een figuur met zwart gezicht. Met dierenvellen, schapenvellen, met bellen. Die slaat ook zelfs, er zijn beelden van mensen die geslagen worden met een takkenbos op hun bovenbeen, die zwarte vegen krijgen op het gezicht voor geluk. Dat bestond al. En dat heeft, dan moet je echt heel erg doorgeslagen zijn als je daar nog een link met slavernij in ziet. Dus dat is veel eerder de oorsprong van Zwarte Piet. En anders kun je ook nog teruggaan naar de eerdere goden van voordat de Romeinen kwamen. Wodan, ofwel Odin, die met zijn achtbenige paard Sleipner door de lucht reist met een speer, dus geen staf maar een speer, en begeleid door twee zwarte wolven. Maar dat historisch perspectief ontbreekt telkens weer in de discussie. Er is geen praatprogramma waar ik dat heb horen vallen. De vraag, hoe komen jullie erbij dat Zwarte Piet wijst naar slavernijverleden? Over die vraag wordt gewoon heen gestapt. Het is zo, zij zijn gekwetst, zij doet een zeer en dus moet er wat aan gedaan worden. En het helpt niet. Dit is slachtoffercultuur. Nogmaals, het slachtoffer zegt, de nare situatie waar ik nu in zit, daar heb ik niets aan kunnen doen. Het is mij overkomen door externe factoren. Ten tweede, ik kan er ook zelf niks aan doen om er weer uit te komen. En ook daar, door externe factoren zou ik er misschien wel weer uitkomen. Nou, dus ik kon er niks aan doen en ik kan er niks aan doen. Onmacht in feite. En dat is voor veel mensen is dat prachtig. Het is een gelegenheid om zich als hulpverlener op te werpen. En het dan te gaan opnemen voor dit soort mensen. En dan kun je ook nog wijzen naar de kwaaie pier, degene die het gedaan heeft. Dus zo heb je eigenlijk 4 spelers in dit spel. Hè? De dader, het slachtoffer, hulpverlener en de aanklager of de veerwijzer. Nou, dat is grotendeels, dat is eigenlijk de essentie van waar dit links-intellectuele volk op draait. En zij willen ook nooit dat iets opgelost wordt. Dus gaan zij over tot bestrijding van het kwaad. Het kwaad waar ze zo afhankelijk van zijn. En op het moment dat het ene kwaad bestreden is en verdwenen, vinden ze vanzelf wat anders. Want als één groep kampioen polarisatie is, het verdelen van mensen, het zwart-wit denken en haast quasi-religieuze kijk op dit soort onderwerpen heeft, dan is het de links-intellectuele gemeenschap wel. Nee, oplossingen nee, pappen en nat houden ja. In plaats daarvan zou je ook de slachtoffers of de gekwetste mensen kunnen oproepen tot het ontwikkelen van een wat dikkere huid. Het emanciperen. Dus als Lodewijk Asje dan het voorbeeld geeft van een jongetje of een kind wat voor Zwarte Piet wordt uitgemaakt op school. En wat erg is dat. Je zou ook zo kunnen leggen dat als je dat kind een beetje gaat wapenen in hoe om te gaan met dit soort kwesties, dat hij of zij daar veel meer aan heeft in de toekomst. Maar nee, het kwaad wordt bestreden. En het maakt natuurlijk niet uit of iemand die dan donker is of die Zwarte Piet wordt genoemd of op het moment dat dat geen kwestie is. Zo iemand heeft een brilletje of aparte kleding of een vreemdvormig lichaam. Dan wordt dat gewoon het middelpunt van de pesterij. En het maakt eigenlijk niet uit. Zolang er maar gejankt wordt. Als er maar gejankt wordt, dan is het effect er. En als je dat gaat onderdrukken, dan komt het op een manier terug dat je het moeilijk hard kunt maken. Dat het moeilijk te detecteren is. En dan ben je als gepeste nog veel verder van huis. Maar in het geloof van maakbaarheid maken dit soort overwegingen, die spelen geen rol. Er moet iets bestreden worden. Dat vinden ze lekker en dat gaan ze dus doen. Dat werkt dus niet. Mijn pleidooi is dus vooral voor eigen verantwoordelijkheid. Leg datgene wat jou aangaat niet buiten jezelf. Ga het niet externaliseren. Maak het jezelf eigen. En doe er iets mee. Neem de macht weer terug over je eigen leven. Daar heb je veel meer aan.